In mijn werk draait het altijd rond taal. Heel veel van mijn werk ziet er ook uit als een aaneenschakeling van letters, zodat er woorden ontstaan, die niet altijd zichtbaar zijn misschien. Maar het gaat wel over wat taal is, wat woorden zijn en hoe taal en woorden zich tot de dingen verhouden. Die decalage die er ontstaat tussen het woord en het ding zelf, dat gebruik ik. Dus daar draait mijn leven rond, bij wijze van spreken. Ik heb het ooit gelezen en genoteerd. Af en toe hou ik zo'n woorden bij die ik om een of andere reden speciaal vind en een rare klank vind hebben. Het woord twijfelgrens is mij ook een beetje op het lijf geschreven. Ik heb zelden, misschien wel nog nooit, zo groot gewerkt. Omdat mijn werk dat ik meestal maak, iets te maken heeft met de fysische handeling van het schrijven, is die maat van de letters die ik gebruik ook gelinkt aan, ook verbonden met het gebaar van het schrijven. Ik wil het daarom ook wel het karakter geven van een geschreven tekst en de link heel sterk leggen met wat schrijven is, maar het ding zelf is een ding. En het is een heel groot ding, om een bij de 30 meter.